Ja, mijn naam is Fatima Talbi. Ik zit in de gemeenteraad voor de Partij van de Arbeid hier in Rotterdam. Dit is mijn tweede periode. En mijn portefeuille, zoals het heet, is de WMO, volksgezondheid, maatschappelijke opvang, ouderen. Is eigenlijk een beetje de welzijnsportefeuille. Ja. Wat doet de gemeente eraan om zelfmoord bij jongeren te voorkomen? Vooral allochtone jongeren. Want daar komt het verhoudingsgewijs vaker voor. Dus ik was daar enorm van geschrokken en wilde daar wat meer over weten. Dus toen heb ik schriftelijke vragen gesteld. Rotterdam zegt nee. Rotterdam zegt we hebben een algemene aanpak. En op het moment dat we merken dat er bij een groep zelfmoordpogingen heel vaak voorkomt. Ja, dan kijken we wel verder. Dan kunnen we maatwerk leveren. Ik denk echt dat je heel gericht moet kijken en in moet zoomen op de groepen waar het meest voorkomt, helaas. En dat zijn de Marokkaanse groep, de Turkse groep en de Hindoestaanse jongerengroep. Nou ja, hoe komt het? Hoe wordt er überhaupt aangekeken op zelfmoord, hè, binnen de gemeenschappen? En kan je daar wat mee? Probeer in te zoomen om zo'n aanpak te ontwikkelen die aansluit bij die achtergronden. Als je echt het gevoel hebt van je kan je verhaal niet kwijt bij familie of vrienden of wat dan ook, dan zijn er gelukkig ook manieren om het anoniem te doen en dat kan via de website. Een belangrijke is, jij staat niet alleen. En daar kan je, als je dat vergeet, dan kan je daar komen via marokko.nl, via hababam.nl en indianfeelings.nl, want het is gericht op die drie groepen die ik net noemde. En doe daar je verhaal. Luister naar ervaringsverhalen. Kijk in ieder geval wat je daarmee kan. Want ik geloof dat als je hoort hoe andere mensen erover praten en ook leeftijdsgenoten, wat die daar allemaal over te vertellen hebben, ja, misschien dat helpt. Als je met het idee rondloopt en je het echt niet ziet zitten en je denkt dat een zelfmoordpoging of dat zelfmoord de oplossing is, dat is het niet. En loop daar niet te lang alleen mee rond. En er is altijd wel iemand in je omgeving die je echt wil en kan helpen. Als je denkt dat je er niet uitkomt, praat met mensen om je heen. Dat is eigenlijk het grootste advies wat ik je kan geven. Weet je, als je denkt dat zelfmoord echt de enige oplossing is om uit het probleem te komen, geloof me, ik zit zelf in de hulpverlening. Er is altijd een oplossing als je er maar de tijd voor neemt de kracht wil opbrengen om uit het probleem te komen. Hoe erg je ook denkt dat het is.